Fucking poses. Yeah. Fucking poses. It's almost over now. Hey, fucking poses. Welkom bij deel 2 van de workshopronde van Dazzling Stars. Deze week stellen we weer een aantal kandidaten aan je voor en kun je kijken naar de workshops rap en street dance. Ja, wij zijn naamloos beroemd en wij geven een toneelvoorstelling om bereikbaarheid bij. Waarom doen jullie mee aan Dazzling Stars? Omdat we denken dat we kans maken. Nee, wij denken dat we een origineel stuk kunnen neerzetten omdat Dazzling Stars vooral bekend staat vanwege zijn rap en zijn street dance. En wij hebben een theatervoorstelling, dus wij gaan gewoon kijken hoe ver we hierin komen. Hi, ik ben Safira. En ik ben Naomi. Ik ben Chelsea. Ik ben Ineda. En wij zijn Break It Down. We zijn op het moment niet compleet. We zijn met z'n zessen eigenlijk, maar twee meisjes konden er eventjes niet zijn. We doen mee met Dazzling Stars met street dance. Omdat we vinden het gewoon leuk en we moeten onszelf gewoon eventjes laten zien, want we hebben een jaar lang getraind. Dus de mensen moeten gewoon even weten wie Break It Down is. 5, 6, 7, 8, 1 en 2 en 3 en 4 is 11. 5, 6, 7, 8, 1 en 2 en 3 en 4 is 11. 5, 6, 7, 8. Hoe vind je het dat er een talentenshow in Spijkenisse georganiseerd wordt? Ja, bijzonder. Dat gebeurt niet vaak. Wij komen uit Hoogvliet en daar wordt helemaal niks op dit gebied besteed, zeg maar. Kun je ons iets meer vertellen over de act die jullie gaan laten zien? Wij houden het over het thema liefde. En wij gaan op drie verschillende soorten manieren gaan wij liefde laten zien. Dat is een verstikkende liefde, dus een relatie die uit elkaar gaat. En wij gaan een relatie die naar elkaar groeit, gaan wij laten zien. En wij gaan een relatie laten zien van iemand die helemaal geen liefde kent. Zijn jullie al een beetje zenuwachtig voor de voorrondes? Ja. Weten jullie ook al hoe je gaat voorbereiden op de voorrondes? Nou, gewoon oefenen. Ja, we willen ons stuk een aantal keer oefenen. En als jullie nou, stel je voor dat jullie een stuk verder komen, waarom moet de jury nou juist jullie eruit kiezen? Omdat we een theatervoorstelling houden. Maar wat maakt jullie nu speciaal? Wat ons speciaal maakt? De manier waarop wij het stuk neerzetten. Wij laten sowieso drie verschillende soorten liefdes laten wij in één voorstelling zien. Dus we bekijken het thema liefde niet alleen uit het globale gezicht van liefde, zeg maar, dat een relatie naar elkaar toe groeit, maar we laten ook iemand zien die nog nooit een relatie kent en iemand die uit elkaar gaat. Dat is sowieso bijzonder. En wat we hebben bepaalde kleding die koppels aan elkaar bindt, zeg maar, waardoor je ziet wie er bij elkaar hoort, wat er uit elkaar gaat. Het klopt allemaal niet een beetje wat ik zeg. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? We zijn hier naar een 15-plus cursus gegaan onder Sonja Ewald. Die heeft ons de les gegeven. En ik ben er hier naar met mijn vrienden toe gegaan. En Jessica en Vincent, zijn broers, zijn hier samen heen gegaan. En Jim was hier ook. Daar hebben we elkaar leren kennen. Konden heel goed met elkaar opschieten. En in Theater de Stoep hebben we ook samengewerkt al in een toneelstuk. Dus we zijn al helemaal aan elkaar gewend. En we dachten, het is heel erg leuk om dan dit te gaan doen. Hoe je eruit verkeert, je moet wel daar gaan staan.
of je nou slecht nieuws of goed nieuws moet gaan brengen. En hopelijk, als je hier moet gaan staan op het podium, je moet nieuws brengen, hoe dan ook, toch? Sowieso als rappers, als zangers of als acteur, je moet daar gaan staan. En die negatieve gedachten hebben we allemaal. Iedereen denkt wel zo, fuck, daar weet ik mijn tekst niet meer. Shit, dadelijk doet die mic het niet. Sta ik daar. Snap je? Die gedachten hebben we allemaal. Maar probeer jezelf vrij te maken van dat soort gedachten. Dat je je niet laat beïnvloeden door dat soort gedachten. Als ik nu tegen jullie zeg van, daar staat geen roze olifant. Nee. Staat er wel. Staat hij er wel? Want we zien hem allemaal. Ja, hij staat er niet. Maar je ziet nu gewoon, je kan je niks aan doen. Je ziet wel een roze olifant hier nu. Hij is dik ook. Oh shit. Weet je? Dus, nee, maar wat ik jullie daarmee wil aantonen is dat gewoon je gedachten je ook gewoon fysiek in problemen kunnen brengen. Wees jezelf daar bewust van. We hadden niet schelden, dan zenden jullie ons weer niet uit. Slim zijn om het te kunnen doen. Dat is hetzelfde als je kan rappen en jij hebt een bepaalde persoonlijkheid om verder te komen. Het zit ook gewoon in de dingen eromheen. Ik verdien er geld aan dat ik het met hen over. Ik doe misschien gemiddeld 1 à 2 shows in de maand. Want in de zomer is het voor mij zijn er optredens. Maar in die 1 à 2 shows pak je dan 400-500 euro. En dan doe ik nog een presentatietje en dan doe ik nog een keertje draaien en nog een keertje wat anders. Want zodra je op een podium kan staan, kan je ook een optreden hosten. En je kan ook een dag voor schoolkinderen doen. Ik heb voor de gemeente van VMBO-leerlingen presenteer ik dagen, dus ik alleen aan het zeggen, en dan nu de wethouder. En als ze een beetje jullie moeder geworden is, het van, hey, hij back is, want dat doet een normaal persoon niet meer. Als je VMBO-leerlingen hebt van een stuk of 1000 die elkaar allemaal niet kennen, die allemaal elkaar helen, en de wethouder staat zo naar de grond te praten. Dan denk ik, ja, ik ken hem niet, weet je. Mijn rapnaam Amity, kom uit de hoek en had gelezen over de Dazzling Stars en wou graag mezelf hierin verder ontwikkelen. Hoe vond je de workshops van Dazzling Stars? Ja, zeer interessant. Voor de podium en zo en concentratie en alles en de opdrachtjes die we moesten doen, waren op zich als je de eerste opvlakte kijkt een beetje kinderachtig, maar als je dan ging uitwerken was het toch wel interessant. Wat heb je er voornamelijk van geleerd? Over je ademhaling, hoe je je ademhaling moet controleren, je zenuwen moet onderdrukken. Dus het was educatief. Ben je al langer bezig met rappen? Ja, ongeveer 1 jaar of 6. Hoe schat je je medekandidaten in? Ik kijk meestal naar de gezichtsuitdrukking. Als ze een beetje zelfverzekerd overkomen, dan weet je dat ze een wat hoger niveau hebben als de mensen die wat minder zelfverzekerd zijn, want die twijfelen dan aan zichzelf. En automatisch komen ze dan minder goed over op het publiek en degene die belangrijk voor is. En hoe schat je je eigen kansen in hier bij Dazzling Stars? Vrij goed. Tot zover de workshopronde van Dazzling Stars. Volgende week kun je kijken naar de eerste voorronde, maar natuurlijk kun je de talenten zelf ook live bekijken. De voorrondes worden gehouden in Tex-Mex op 17, 24 en 31 maart. De zaal gaat open om 8 uur. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer.